We gaan kijken naar de vlissingen van Erwin Ruiterkamp uit Galselaar. Vorig jaar reed hij nog op de biodiesel. Is helemaal weer teruggebouwd naar originele brandstof. En nu is het weer dat moment om die trekker zo te kunnen prepareren. Dat hij dus rijdt als een zonnetje. Vorig jaar zat de boete niet in bij Erwin. Nu komt hij een klein beetje weer terug. Hij krijgt steeds meer zin aan de wedstrijden. En laten we hopen dat deze Ford TN, de nieuwe Ford TN, het gaat doen. En hij gaat ook daar behoorlijk hard onderuit bij de... Gaat heel, heel ver. Rustig die toeren de lucht erbij brengen en dat gaat lang duren. En dat betekent dan dat hij op de volle kracht doorgaat.
kanonnen die komen zo daar dan op. De Swedish! En waar zijn we volgens ons? En nu gaan we naar de vloer. Mijn grote vriend, de Kuijerkamp, die staat er al klaar voor. Die handen heeft hij al los van de zet. Blok 1. Hij staat er helemaal klaar voor. Daar ben ik heel blij mee. Even kijken of de andere mensen er ook klaar voor staan. Harry, een glas bier tussen de tanen. En de beren aan de logging om. Patrick Engelbetting, die andere twee keer. En kijk vooral straks boven die uitlaat, dat machtige vuurspel, wat deze grote machtige Caterpillar teweeg brengt. Een Caterpillar 3208, 11 liter. En zie hem nou bewegen, zie die kracht erin komen. Zodadelijk als die koppeling losklapt, gaat hij wat zetten. En dan gaan jullie met die handen omhoog, met die handen omhoog! Jongen, wat een barbecue. Menig vader die als blijft morgen met zo'n barbecue. Harry, je moet een barbecue erin. Harry.